Bij uitvindingen horen ook vaak toch een klein beetje lange termijn politiek. Terwijl het internet steeds sneller gaat, de communicatie gaat steeds sneller, de grillen en de grollen van de wereld gaan steeds sneller. Maar een uitvinder heeft ruimte, tijd en rust nodig om te kunnen gedijen. Dus vaak is die tijd in heel veel grote bedrijven niet. Om de paar jaar nieuw management, in de politiek, op de universiteiten, ook niet altijd. En je hebt toch gewoon in die zin die rust en die ruimte en die echtheid nodig. Wil je, ja, je kunt toewijden tot het neerzetten van uitvinding. Ja, weet je, het belangrijkste is denk ik niet hysterisch worden. Als ik kijk naar mijn plan nu weer voor de social shop, toen we startten 2 jaar geleden. Ik heb alle doorlooptijden kunnen maal pi ongeveer, of een willekeurig ander getal als maar boven de 3 is. Alle budgetten kunnen overigens ook maal 3 wat het kost. Want we hebben geloof ik inmiddels 7 of 8 ton in het systeem zitten waar we hadden ooit begroot 2,5 maximaal te investeren. Mm-hmm. Ja, maar ik had ook al lang toetreders verwacht en die zijn er ook niet. Dus weet je, we moeten ook niet al te hysterisch doen. Je ziet hier ook kwadratische modellen, denk ik, nou jongens, de voorbeelden die hier worden genoemd, dat zijn wel exemplarische getallen. De rest is gewoon hard aan het struggelen voor business. En dat kost gewoon tijd. Het duurt 3 jaar voordat je een bedrijf opgebouwd hebt. Alle uitzonderingen daar gelaten hoor, met 80 miljoen private capital in mijn nek kan ik het ook. Ja. Weet je, maar het duurt gewoon tijd om iets goeds neer te zetten. En uiteindelijk is het gewoon toch weer de klant. Het is een cliché, maar als die het niet vet vindt, of je daar eigenlijk niemand er geld voor over heeft, ja, dan is het over. Ja. Dus wij gaan rustig zo door. Ik word onrustig van alle kansen die ik zie, want er is zoveel mogelijk en je kan maar zo weinig doen. Dus er is altijd een belemmering in de hoeveelheid tijd en de hoeveelheid mankracht die je hebt om dat uit te voeren. Dus in die zin word ik er wel onrustig van, dat ik denk ik wil veel harder nog. Maar ik vind het fantastisch dat we in tijden leven waarin dus hele nieuwe dingen kunnen ontstaan, waarin oude patronen helemaal aan het verdwijnen zijn en iets nieuws ervoor in de plaats komt. En ik denk dat dat nieuwe altijd beter is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld consumentenproducten, kennen steeds kortere levenscyclus. En wij zitten 1 stap eerder. Wij leveren zeg maar ingrediënten of materialen voor consumentenproducten. Die verzorgen vaak de functionaliteit van die producten. En die functionaliteit, die is vaak bij ons van afkomstig en duurt veel langer om te ontwikkelen en kent ook langere levenscycli. Dus daar waar je tegenwoordig elk jaar een nieuwe telefoon moet hebben of zo, hè, en allerlei andere dingen die supersnel gaan, een hele korte levenscycli krijgen. De technologie die in een telefoon zit, ja, die verandert met veel langdurige cycli. In ons geval de materialen die erin gaan, duurt veel langer om die uit te vinden, te ontwikkelen en toe te passen. Maar daarna kun je ze wel in meerdere generaties toepassen. Ja. Dus ook bij ons zie je het versnellen. Maar het heeft gelukkig, laten we zeggen, nog een langere levenscyclus dan 1 of 2 jaar. Maar het betekent wel dat je heel goed moet inspelen op het feit dat die producten waar je aan levert ook wel eens heel snel weer over kunnen zijn. Dus je moet ook zorgen dat de technologieplatforms die je ontwikkelt op meerdere plekken toepasbaar zijn. Ja, innovatie is denk ik veranderd omdat je steeds diverser moet en je moet ook steeds sneller. En dat ga je niet voor alle dingen in je innovatiewereld doen. Maar er zijn vaak mogelijkheden waarbij je als jij mensen die niet voor jezelf werken, toch op de een of andere manier kunt inschakelen met hoe jij problemen probeert op te lossen, dat dingen veel sneller gaan. Dat zie je in heel Nederland, dat zie je bij Philips, dat zie je bij Shell, dat zie je bij andere bedrijven die grote wet labs hadden 20 jaar geleden, die nu veel meer samenwerken met mensen waar dan ook in de wereld.